Strips worden normaal natuurlijk getekend, maar het kan ook met foto's. En dan krijg je een fotostrip. Twee jongens uit Utrecht die zijn er heel erg goed in. Misschien kent u hun werk uit de NRC. Het zijn Ipe Driessen en Willem Stam. Ze maken fotostrips over hun eigen leven. Ja, het is eigenlijk de eerste autobiografische fotostrip ter wereld, zeggen ze zelf. Maar dat is nog niet alles, want soms maken ze ook nog een filmpje van. En dan heet dat een stripclip. Morgen staan ze op een festival. Maar eerst zijn ze bij ons. Gelukkig. Welkom jongens. Dankjewel. Dus jullie maken de hele dag foto's van jezelf? Van elkaar? Ja. onder andere, ik maak ook andere strips. Bijvoorbeeld voor het Universiteitsblad van Utrecht. Ja. En Willem heeft daarnaast nog gewoon een baan. Maar, een echte baan. Een echte baan. Laten we even kijken hoe zo'n fotostrip eruit ziet. Ja. Even een paar foto's. Vertel maar even wat we dan hier zien. Even kijken. Oh ja, dit is. Hier gaan we naar de dokter. Inenting halen. Oh, dit is de verkeerde volgorde, denk ik. Even kijken. Ja, dat dit maakt is niet de uit. Het is even om een idee te geven. Ja. Van jullie maken dus foto's. Je verzint van tevoren een verhaaltje erbij. Ja. Het begint eigenlijk met het idee, het verhaal. Ik schets dat altijd even uit in een. Een soort storyboard-achtig iets. Eigenlijk net als een als je een strip zou maken en bij getekende strip zou je het dan netjes gaan uitwerken. Mm-hmm. En wij gaan dan fotograferen. Ja. Hoe lang doen jullie daarover, al met al? Het bedenken, dat kan. Soms heb je een idee onmiddellijk en dan weet je het onmiddellijk. Maar soms dan moet je een beetje puzzelen en dan moet je denken, heb je een grap bedacht? Maar dan moet je bedenken hoe je die het leukst opbouwt. Maar ik bedoel, dat verschilt heel erg. Maar het maken van de foto's, dat is meestal wel enigszins bewerkelijk, laat ik zo zeggen. En ik gemiddeld iets van 20 minuten of zo voor één strip. Jullie staan natuurlijk samen op, maar er is dus ook nog iemand die foto's maakt, neem ik aan. Zijn er meer mensen bij betrokken? Nou, soms. Als we bijvoorbeeld buiten, dan nemen we meestal wel een fotograaf mee. Maar binnen, gewoon bij ons op de bank, dan pakken we een statief en dan doen we het met de zelfontspanner. Okay. Dat kan natuurlijk ook. En soms maken jullie ook nog een soort van stripclip. Ja. Daar hebben we ook een voorbeeldje van. Ah, ja. Dat is nog eens actueel. Ja, precies. En want ik bedoel, de strips van jullie, zijn dat meestal iets van 4-5 foto's? Of zijn het soms ook hele boekwerken? Nou, het zijn eigenlijk het formaat dat we het meest gebruiken zijn 4 plaatjes. Oké. Okay. En soms hebben we ook wel eens een gagstrip, een strip van 1 plaatje. Mm-hmm. En Ipe maakt ook wel eens langere stripjes voor andere dingen. Maar eigenlijk het meeste is gewoon 4 plaatjes. Ja, nou, we hebben ook kinderboeken gemaakt. Dat was okay. Ook eentje bij me. Ja. Yeah. Dit is er eentje vorig jaar uitgekomen. Yeah. En dit is eigenlijk het is deels tekst en deels strip. En dit is een lang verhaal. Ja, we kunnen het niet helemaal laten zien. Maar stel nou dat wij aan jou vragen, maak hier zo'n stripfoto. Hoe gaat dat dan? Ja, zullen we er eentje doen? Ja, doe maar. Je hebt je camera, waarom niet? Die voor niks mee. Dat hadden we al eventjes mee? Ja, mag